Niet nodig. Tank is vol. Vanaf vandaag zijn de grenscontroles mogelijk op de grens van Nederland naar Duitsland. We staan aan de grens en zien nog een aantal gele kentekens binnenrijden. We gaan naar de brug in om de mensen te vragen of ze nog steeds naar Duitsland gaan en wat ze van de nieuwe maatregelen vinden. Wat vindt u van de nieuwe maatregelen daar? In Duitsland of hier? In Duitsland, dat je nu een testbewijs nodig hebt om naar Duitsland te gaan. Ik vind dat niet erg, maar ik vind dat het ook moet gelden van Duitsers naar Nederland. De Duitsers mogen ook gewoon hier komen, dus ik vind dat ze het allemaal niet zo moeilijk moeten doen. Maar dan, voordat je naar Duitsland gaat, doe je dan wel zo'n test? Of denk je, nou, ik word toch niet gecontroleerd en ga toch? Ben ik wel van plan om test te doen. Wat vindt u van de nieuwe maatregelen dat je nu een testbewijs nodig hebt? Ja, je kan er van alles van vinden. Ze bedenken toch elke keer weer opnieuw ziet. Dus ik heb er eerlijk gezegd niet zo heel erg mening over. We hebben er maar mee te dealen. Dus, en ze hebben het nog steeds netjes geregeld. Volgens mij net over de grens kun je nog laten testen. Dus, en dat werkt prima. Ik heb het al een keer gedaan. Dus die service is goed.